Hij begon als student met een bedrijf dat sms'jes verstuurde, Club Message. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en is zijn bedrijf cm.com beursgenoteerd en tikte dit jaar de 300 miljoen omzet aan. Welke lessen heeft deze ondernemer geleerd, wat zijn zijn toekomstplannen en hoe belangrijk zijn alle techontwikkelingen op het gebied van AI? We gaan het allemaal vragen aan de CEO van cm.com, Jeroen van Klabeek. Jeroen, vaart welkom. Leuk dat je er bent. Ik heb jou uh, op 7D zeven jaar geleden geïnterviewd. Aha. Ja, dat is alweer zeven jaar geleden. Ik was dus jong. je jong. Toen was je <laughs> jong en onschuldig. Ik heb een paar dingetjes die, uh, die toen genoemd zijn. Even kijken hoe, waar we nu staan. Um, toen had je het over 100 sms'jes per seconde. Nu? Ja, nee. Nu, nu heb je ook wel eens 1000 of 2000 per seconde. Dus ja. dat is voor tienvoudig, voor twintigvoudig. Ja. Toen had je 200 collega's, uh, 15 overnames gedaan en in 10 landen was je actief. Hoeveel collega's zijn er nu? Ik denk uh, ongeveer 800 of zo. Ongeveer 800? Ja, 8, 900. 15 overnames had je gedaan? Ja. 15 toen al? Ja, ja ik denk dat dat nu al bijna dubbel is. Ja. En je was in 10 landen actief? Dat is ook wel een dubbele nu, ja. ja joh. 22. En, en je werd gewaardeerd uh, door Quote op 11 miljoen? Oh. <laughs> en nu? Ja, dat is volgens mij hetzelfde gebleven zo'n <laughs> beetje. Ik heb geen <weet> <laughs> idee. <laughs> je hebt echt geen idee. Je hebt heel veel ondernemers die, zeg maar, voor heel, het is maar die quote waardig zijn. Die hebben, het is natuurlijk ook heel lastig om te zeggen hoeveel geld je hebt. Ja, nou ja, ik heb ooit een keer in de quote gestaan en uh, dat vond ik op zich leuk. Die uh, jonge, jonge top? Uh, ja, ook als de grote zelfs. Maar ik ben ook wel uitgevallen en dat vond ik ook heel fijn. Ja? Ja, lekker rustig. Ja. Ik ben boeit, al te oud boeit, om in de boeit. jongen te staan en te arm om in de grote te staan. Dus nou, ik ben lekker helemaal uit. Boeit het je? Nee. Nee, nou ja, weet je wat het wel is? Als je ondernemer bent, tenminste ik ben wel heel gedreven, dus je wel heel goed erin worden in wat je doet. Ja. En uh, bijvoorbeeld, nou ja, we zijn naar de beurs gegaan drie jaar geleden. En dat is dan wel zoiets dat je denkt van, ja, dat is iets wat je dan toch een soort is op je werk of zo. Als ja. ik wielrenner was, dan zou ik wel de Tour de France willen fietsen. Precies. Dat zit er niet helemaal in. En maar is een beursnotering dan de Tour de France of de Champions League als het gaat om Dat vind ik wel. Ja, dat, ja. Is, dat vind ik echt wel iets, 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 uh, iets bijzonders hebben. Ja. Ja. Um, zo meteen gaan we het hebben over die, die, die beursnotering en wat er allemaal bij komt kijken. Maar laten we even het begin beginnen. Waar staat CM nu? Ja, nou het, is, uh, het gaat goed. We groeien snel. Hè. We zijn dus uh, de afgelopen drie jaar ongeveer drie keer zo groot geworden. Dus we staan aan het eind van een enorme uh, ja, sprint die we hebben gemaakt de afgelopen jaren. En op dit moment uh, hebben we dit jaar echt een transitiejaar richting die winstgevendheid. Want je ziet dat voor techbedrijven ja, de snelle groei wat minder gewaardeerd wordt dan nu de winstgevendheid en de positieve kerststromen. Dus dit jaar zijn we dat heel erg aan het ombouwen. En dat hebben we gedaan door het bedrijf uh, eigenlijk op te delen in vier grote business units. En uh, dat is heel fijn. Dus het is eigenlijk één grote cm.com, maar er zitten eigenlijk vier um, uh, fijne business units. Eentje die heel veel met die c bezig is, dat is communicatieplatform as a service. Dat, die SMS wat je noemde. Ja. Maar nu uh, in dit geval ook al 18% van het verkeer is al WhatsApp verkeer in plaats van sms. Um, een ander deel is het software deel, dat is een soort SaaS software. Dus waar bedrijven over heel de wereld onze software gebruiken. Is um, om, om vragen dus, uh, te beantwoorden die consumenten stellen of om marketingberichten uh, uit te sturen. Heel gepersonaliseerd. Heel veel AI zit daarin. Ja. En AI is natuurlijk super hip nu. Ja, dat ja, ja, trekt ja. enorm aan. Ja. Dat is het tweede. We noemen die unit gates. Het de derde is ticketing. Nou, dat zijn, ja, veel mensen kennen Dat Komt ook wel van de Grand Prix natuurlijk, waar we de alle kaartjes hebben verkocht. Maar wat mensen niet weten is dat we ook voor bijna alle musea de kaartjes verkopen. De meeste attractieparken. Uh, groot, bijna alle NK's en EK's in Nederland. Uh, heel veel andere concerten en dergelijke. Mm -hmm. um, dat is ook gewoon een hele leuke business. Dicht bij onze roots ook. Yeah. Om uit de discothekenwereld te komen. Yeah. En het laatste is Payments. Ja, en Payments is natuurlijk ook een wereld die op zich heel snel in ontwikkeling is met alle nieuwe manieren van Payments. Dus die vier verschillende businessunits. Heel fijn. Eigen management team, vaak eigen strategie. Eigen spierpunten. Eigen PNL ook? Of? Eigen PNL, we kunnen we helemaal volgen tot, uh, tot aan cashflow. Dus uh, de mensen die daarin werken hebben ook echt het idee uh, ja, wat het kost en wat het oplevert. Dat is ook echt heel belangrijk tegenwoordig. Mm. En die hebben we vaak als ze 150 of 200 man werkte dan. En dat is wel heel fijn. Want twee jaar geleden hadden we, of drie jaar geleden, voordat we naar de beurs gingen, werkten dat 200, 300 man. Nou, dat was op zich een, een nette club. Je kent elkaar goed, uh, leuk samenwerken. Maar toen we echt 900.000 man of zo hadden, toen vragen elkaar ook wel eens een beetje kwijt. Ja, we hebben gewoon 400 verkopers, 300 programmeurs. Wel fijn, al die massa. Maar ook wel soms onoverzichtelijk voor medewerkers. Van, ja, wie zijn allemaal collega's? En nu zijn het weer leuke groepjes van 150 man en zo. Nou, die kun je samen in het theater zetten... met elkaar laten praten. Ja, ja, ja. Je kan samen aan de bar zetten met elkaar laten praten. Dus je hebt veel meer eigenheid. Dus een gezamenlijke missie en visie op een niveau dat je... Maar hoe zorg je dat die vier business units dan wel in geheel blijven? Ja, je hebt heel veel spin-off met elkaar. Dus... Um, hoe meer berichtjes je stuurt, hoe meer software je nodig hebt om het te managen. Mm -hmm. uh, als je die software hebt en je hebt een hele goede klantcontact met engagementen. Ja, wat we doen in de live sector met al die echte evenementen, waar mensen echt bij elkaar komen. Ja, dat lijkt ook heel erg. Dat is ook een soort engagement. Hè? Mm -hmm. um, elke ticket die we verkopen voor al die concerten en al die dingen. Ja, die moeten betaald worden. Dus dat hangt samen met payments. Mm -hmm. En ja, waar we eigenlijk vandaan komt, het eerste idee was ook al dat sms en berichten sturen en betalingen, dat dat samen één gaat worden ooit. Mm -hmm. Nou, wij kennen het in Nederland alleen nog maar van tikkie... dat je een WhatsApp krijgt en een uh, ideal betaling doet. Maar bijvoorbeeld in uh, ja, China is dat supergroot ja. natuurlijk... met WeChat en al die dingen. En ook in Amerika is Elon Musk hier ook mee bezig met X ja, precies, natuurlijk. Precies, Die maakt van een communicatieplatform, een betaalplatform. Uh, ja, zodat je alles op één platform kan doen. Ja. Gaat het, gaan wij dat ook krijgen? Ja. Wie, ik wie, wie gaat het regelen dan voor ons? Nou ja, achter de schermen proberen wij ons er helemaal voor te positioneren. Dus Aha. dat we aan de ene kant die betaalprocessor zijn, die samen met Visa en Mastercard al die betaling kan structureren. Maar aan de andere kant ook die berichtenverdelers uh, zijn. Zouden het, jullie aan de voorkant dan ook een merk kunnen positioneren dat je het gewoon, dat wij met al dat straks alle Nederlanders met CM-app alles doen? Nou, het zou wel leuk zijn, maar dat is eigenlijk niet onze visie. Nee, wij zijn heel vaak van achter de schermen. Dus ja. heel veel mensen kennen Simbels, kom helemaal niet. Maar nee. iedereen heeft Ja, wel. van de Formule 1-races nu. Ja, ja, ja. oké, okay, maar ja. Je, je, ook, ook van je tandarts, denkt, Oh ja, ja, dat ken ik wel of van stemmen op televisie. Oh ja, dat heb ik ook wel eens van gehoord. Of van ja. de DigiD-codes van over. Oh ja, ja. ja. Dus we wij wij zitten overal een beetje achter. We dus zijn de engine altijd erachter. Ja, maar ik kan me wel voorstellen, als je al die technologie hebt, dan is het voorkantje eraan plakken. is dus op zich natuurlijk niet het moeilijkst. Ik hebt geen idee. Dat hebben we nooit gedaan. Nee, maar, um... nee, maar ik, ik, in het vorige interview zei je altijd dat er heel veel ruimte was voor mensen die met goede ideeën kwamen. Dan ga je altijd bekijken van, ah, weet je wel, als het een goed idee is, dan gaan we het doen. En als het geen goed idee is en niemand heeft er zin in, dan doen we het niet meer. Hè? Dat klopt. Is er nog nooit iemand intern met dit idee gekomen? Die zei van, joh, weet je wat Elon Musk kan met zijn x, kunnen wij het ook doen? Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee. Op een of andere manier hebben wij uh, heel veel mensen in dienst die heel succesvol zijn achter de schermen. Ja, hè? ja, en we zijn heel dienstbaar en we willen graag andere bedrijven succesvol maken met onze technologie. Op de dus dit moment gaat niet gebeuren. Nou, het, het past niet zo bij onze aard, denk ik. Maar, het is, maar dat wil niet zeggen dat het een goed idee is. Uh, maar bijvoorbeeld in, elke BMW in heel de wereld die de afgelopen tien jaar verkocht is, zit een simkaart in. En die, wereldwijd praten al die simkaarten met ons netwerk. Maar dat ziet niemand. Hè? Maar dat is iets achter de schermen. Diep. Als je een boete hebt voor te hard rijden van CEIB. Uh, en je moet betalen, dan, kan, dan krijg je zo'n QR-code, zit er sinds kort op. Ja, sche, ik weet ik. Dat heb je vast nog nooit gezien. Ja. Uh, maar wij hebben dat bedacht en, die en gemaakt. Dus we hebben die QR-code bedacht. Dat hebben we samen met Ideal, uh, Ideal QR kunnen noemen, de techniek gebracht. Die techniek zit ook bij de banken erin. Het staat op die bond van de CIB. We hebben de overheid gewonnen als aanbesteding om alle betaling te doen. En nu hebben we die QR-code op die cib bon Dus hebben er heel lang aan gewerkt. Ja. Maar je ziet er niks van dat het CM is. Maar ik vind het wel, wel iets om trots op te zijn. Omdat ja, ja. zo'n mooie innovatie is dat je een moeilijk proces makkelijk maakt. Ja. We kijken naar AI. Um, je had het uh, uh, zeven jaar geleden ook uh, uh, over uh, was wel mooi over seamless payments, noem ik het maar even. Hè. Iets waar ik ook al jaren van droom. Hè. Ik ja. ga naar het uh, tankstation en ik ga tanken en ik rij weer door en het wordt geregeld. Zoek het maar ja. uit. Uh, en ik loop een winkel in en ik ga alles bij elkaar en ik loop er weer uit. Nou, er zijn natuurlijk al wel wat voorbeelden van, maar ik kan nog niet zeggen dat het helemaal ingeburgerd is. Eén, uh, uh, waar is de staat van technologie nu? Um, en maken ze het bruggetje naar AI, wat daar de komende jaren gaat gebeuren, wat er op jullie roadmap staat? Ja, kijk, AI is iets wat enorm uh, door aan het breken is dit jaar uh, mentaal vanwege ChatGPT. Ja. En de, elke journalist heeft een keer ChatGPT gebruikt en ja. daar iets over geschreven. Waardoor nu elke bestuurder van een groot bedrijf of een middelgroot bedrijf nadenkt over: ja, wat moeten we hiermee? Maar AI kan alleen maar succesvol zijn als je de data hebt. Dus wat heel belangrijk is voor bedrijven is uh, ja, wat wij dan noemen CDP, Customer Data Platform: dat je van al je consumenten alle data op orde hebt. En dat is niet alleen in het platform uh, van wie je klanten zijn, maar ook. Hebben ze een website bezocht, hebben ze een keer gebeld, hebben ze een keer gechat, zijn ze een keer langs geweest. Nou, Elk contactpunt wat je hebt met een consument wordt vastgelegd. Dat doen wij voor onze klanten is een toenemend laat ook belangrijk vanwege wat je ook nu in de krant allemaal leest over dat Instagram en Facebook ja. wat, meer, wat minder met die cookies dus allemaal first, mogen dus doen. First party data wordt belangrijk, dus ja. je eigen klantendata. En wij hebben al drie jaar geleden een bedrijf overgenomen. Dat heet toen TraceDoc uh, wat die first party cookies uh, neerzet voor eigenlijk voor heel veel grote websites in Nederland en omstreken. Dus we weten heel precies van al die consumenten wat ze aan het doen zijn voor welke merken. En daarmee kunnen we bedrijven echt helpen om ze goed te benaderen met onze communicatieplatformen. En dan is AI on top of dat, is dat is natuurlijk super belangrijk. Want je kan bijvoorbeeld naar nou, Corendon is een klant. Die kunnen miljoenen mensen wel een e-mail sturen met een reis naar Turkije. Maar ja, op een gegeven moment krijg je elke week zo'n mail. En dan denk je, ja, dat je door het bos meer. Met onze technologie, met AI, weten ze nou precies welk bericht ze moeten sturen naar welke persoon, via welk medium, op welk moment. Allemaal ge gebaseerd op ja, consumentendata van die ene consument. Mm -hmm. En dat dat stuur natuurlijk geloof ik, nu vier keer minder e-mails en die vier keer beter converteren, omdat het gewoon veel persoonlijker is. Maar dat is één voorbeeld uit de reisbranche, maar dat zie je op al die plekken. En AI helpt je dus beslissen ja, wat je moet sturen naar wie, welk kanaal. Is AI ook een beetje een misbruikte term uh, op dit moment? Want ik, ik, ik hoor nu ook wel eens voorbeelden dat ik denk van ja, jullie noemen het allemaal AI, maar het is gewoon slimme software. Dat zie ik ook heel vaak, ja. ja. ja, ja. Bij ons werken echt honderd man aan die AI-dingen. En de meesten hebben echt econometrie gestudeerd... en zijn echt data-scientisten. Dus dat zijn wel echt uh, hardcore uh, ja, data scientists, data engineers data-translators. Uh, in, in die zin is komt echt wel een grotere partij op het gebied van AI. Ja. Um, en de producten die we maken zijn ook echt... Ze lopen zes tot negen maanden voor op de wereldconcurrentie. Uh, en dan vooral op het gebied van generative AI. Dus wij kunnen nu heel goed een vraag... Begrijpen en het antwoord geven. En dat kunnen we pas sinds enkele maanden verkopen dat in een selecte groep mensen. Kun je een casebeschrijving geven daarvan? Bijvoorbeeld, nou ja, stel je zou willen weten welke film draait er? Dan kan je dat aan ChatGPT vragen en dan zegt ChatGPT welke film draait. Zes maanden geleden, want ze zijn niet zo accuraat meer bij ChatGPT, is geleden gelanceerd. Wat je eigenlijk wil weten, wij doen er voor voor pathé, dan weet je welke film draait vandaag bij jou in de buurt in een pathé-bioscoop. Dat wil je dan eigenlijk, dat partee antwoord zeg maar. Dus wat wij heel goed in zijn geworden, is om de context van één bedrijf te pakken, die in te laden in een ja, vector database, koppelen aan een taalmodel, zodat je kan koppelen, dat je eigenlijk als consument kan vragen, of kan praten met die bedrijfsspecifieke data. Ja. ander voorbeeld is Your Surprise, dat is een bedrijf die verkoopt cadeautjes. En dan kan je gewoon naartoe en dan kan je vragen, nou, mijn moeder is jarig, volgende week, ze houdt van uh, nou, dit of dat, en dan komt... Die chatbot terug, die begrijpt één, hij begrijpt precies wat je bedoelt. Mm -hmm. Twee, hij, komt, hij weet precies wat er te koop is in die winkel en op voorraad. En, en die geeft een antwoord in die context. Ja. Nou, Dit bespaart enorm veel mankracht ook. Ja. Um, het is nu zo dat op helpdesken die, of contactcenters die onder software gebruiken... dus zo'n honderden webwinkels gebruiken onder software... waar mensen de hele dag antwoorden te geven op vragen... waar we dit aanzetten... Gebruiken die mensen 73% van de gevallen? Pakken ze gewoon het antwoord wat onze computer eigenlijk voorstelt? Letterlijk nemen ze het ja. over. 73%, dus dat is enorme besparing aan werk eigenlijk. Hoor. Dat hm. mensen veel meer tijd krijgen om ja, weer andere dingen te doen binnen de Ja, want heel veel mensen zijn bang dat, dat AI en technologie de mens gaat overnemen. Ja. Ben jij dat? Ja, dat was ik altijd wel. En ik heb me ook echt serieus toen we drie, vier jaar geleden in aan begonnen te investeren. Ik ga afvragen is het eigenlijk wel ethisch hè, want wij gaan ja. banen vernietigen met onze technologie. Inmiddels denken we anders over, omdat ik zie dat onze klanten echt moeite hebben om de mensen te vinden die in hun callcenters willen werken. Ze kunnen ze gewoon niet vinden. Nou, en dan is het natuurlijk wel fijn dat je bedrijf kan helpen om toch nog op een persoonlijke manier goede contacten ja. te onderhouden met hun klanten. En Dan neem je geen banen weg blijkbaar. Ze kunnen ze gewoon niet vinden. Nee. Nee. Dus we hebben een andere klant, dus, uh, die hebben bijvoorbeeld sites als woonvoordeel. En, sorry. Uh, die hebben uh, sites als Koffievoordeel en Wijnvoordeel. En uh, die hebben bijvoorbeeld 30 mensen inderdaad in een callcenter zitten. Maar uh, ze hebben eigenlijk moeite om ze alle dertig te vinden en mm. te houden en op mm. te leiden. Twintig mm. zou makkelijker zijn, bij wijze van spreken. Ja. Nou, kunnen ook onze technologie gebruiken om eigenlijk ja, meer kwaliteit te leveren met iets meer ja. mensen. Ja. ja, ik vind het mooi om te zien dat je nu echt van die AI-voorbeelden gaat zien van, ik noem maar even, gespecialiseerde chat-GPT-achtige producten. Ik had hier... Uh, een tijdje geleden had ik iemand van Loket.nl en die, die hebben salarisadministratie hè, ja. voor, voor salarisadministratie. En die hebben nu een eindelijk een soort chatbot, een soort assistant die het hele loonheffingenhandboek kent. Ja, nee, ik ken hem. Hij heeft het, uh, het hele wetboek ingeladen. Ja. En dan kan je de vragen stellen. Ja. de ja. ja. software het duurt vier minuten. Ja. En dan kan je alles vragen wat je wil. Ja. En het leuke is, hij geeft ook aan uh, waar hij het vandaan haalt. Dus uh, de computer zegt, en dat is voor de mensen heel belangrijk, dus okay, ik stel een vraag, ik krijg een antwoord en dat het antwoord is gebaseerd op artikel 42b, bladzijde 46 van dat boek. En dat geeft heel veel rust bij de mensen, want mm -hmm. veel mensen zijn wel bang voor AI of verzint die het antwoord niet te plekken. En nu kan je dan zien van nee, dit ja. heeft hij niet verzonnen. Het staat echt de bron staat erbij. Dat ja, helpt precies. in de adaptatie van. Ja, uh, krijg ja. je bij de betaalde versie van ChatGPT nu ook. Hè? Dat ding surft nu ook online, gaat op ja. zoek naar antwoorden, geeft dan netjes met kleine cijfertjes, geeft die bronvermeldingen. En dus het, het, het gaat hard. Ja. Hey, nog een paar dingen die ik met jou wil bespreken. Want uh, die beursgang, hè? Uh, we hadden het al even over. Uh, dat is natuurlijk een waanzinnig avontuur geweest, kan ik me voorstellen. Ik sprak pas geleden, uh, sprak ik uh, Rob van de Heuvel hier op uh, ja. 7D2 van SandCloud. En uh, die uh, ook een prachtig bedrijf, hard aan het groeien uh, en wil in 2025 uh, naar de beurs. Ja. Wat zijn de tips die jij hebt voor Rob? Want you've been there, done that. Ja, nou, beursgang is een onzeker proces. Het is een proces met een lange voorbereiding. Uh, in CM zijn we ook al een aantal jaar verhoord dat de beursgang was al begonnen. Uh, vooral het, jaar, het laatste jaar daartoe is, is echt intensief. Je moet een prospectus maken, daar ben je zo'n half jaar mee bezig. En eigenlijk, je, het is dus een beetje zoals, zoals als je naar de maan gaat, zeg maar. Je vertrekt eerst en dan heel veel later land je dan. En je moet dan al nadenken waar die maan dan ongeveer is. En dat is met dit eigenlijk ook zo. van... Um, ik weet nog wel toen wij voor de eerst naar de beurs gingen... en dat is toen uiteindelijk niet gelukt. De tweede keer is het wel gelukt. Ja. Maar de eerste keer... Je maakt bekend van over vier weken gaan we naar de beurs. En dan heb je nog vier weken. Twee weken lang ga je dan... hebben um, het allemaal analisten spreken En dan twee weken lang ga je allemaal investeerders... en heel de wereld bezoeken. Dat is echt dag en nacht ben je daarmee bezig. Amerika, Engeland, al die plekken. Um, en dan ga je naar de beurs. Maar als dan op dat moment... Een of andere oorlog is uitgebroken, of een storm geweest, of een president die is gek, of een Brexit in ons geval. Of ja, dan is de, dan kan het window ineens dicht gaan. En dat is, uh, dat maakt het gewoon onzeker en dan kan je eigenlijk niks aan doen. Ja. Voor ons betekent dat dat we ons teruggetrokken hebben en een half jaar later opnieuw naar de beurs zijn gegaan in februari 2020. Ging goed, maar een maand later het, uh, was corona, was al zaten we vol in de lockdowns in Nederland in, in maart 2020. Dus met andere woorden, als wij toen ook weer bedacht hadden, we gaan een maand later, was het weer niet gelukt. Ja. Dus het is, het is een kwestie van timing die je niet in de hand hebt. En dat ja. maakt het een onzeker proces. En dus moet je dan een soort plan. Plan B, of moet je, laat ik zeggen, moet je dan de, de, het moment van IPO misschien al een plan maken van als het op die dag niet gaat, dan gaan we het zo doen? Of dat Je weet natuurlijk niet waar nee. het, het niet door kan gaan. Precies, het, het kan lukken of het kan mislukken. Je hebt, na ons heb je ook nog had Coolblue die wilde naar de beurs, is ja. eh, heeft, heeft, heeft tot op hele nog niet gelukt. Ja. Bol.com wilde naar de beurs, ja. ook bol, bol, bol is nog niet gelukt. Nee, het heet niet meer Bol.com. Oh, sorry. Het oh ja, nee, dat heb ik even gemist. Ja. Maar um, die, het uh, die is niet gelukt. Nee. En, en dat van een lekker CVC in Nederland of ja. een grote investeringsclub. Dus het is zo moeilijk. Dus het is een onzeker proces met een onzekere uitkomst. En daar moet je dan wel ook uh, ja, mentaal ook wel een beetje klaar uh, voor zijn, denk ik. En, en dan zit je op de beurs en het uh, moment van opname van dit is, uh, de, de, was wat onrust omtrent uh, Agen, hè, ook een groot techbedrijf. Ja. En ik, 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 laat ik, zeggen, ik ben dan de buitenstaander, maar het lijkt mij zo lastig dat je, ook, dat je echt publiek wordt. In die zin, uh, in het geval van Agen was door toch sentiment in één keer, wat was het? 40% geloof ik, uh, ja, bijna de helft zo'n beetje klunk, van ja. de bedrijfswaardering is weg. Dat heeft geen bal te maken met je P&L, nee. zeg maar, met hoe het bedrijf performt. Hoe lastig is dat? Want dat, zei, dat kun je ook niet plannen en sturen. En, uh... Nee, dus we, we, we hebben dat op zich ook meegemaakt. We gingen voor met 10 euro over naar de beurs. Meteen stonden we 14, toen meteen 21. Toen was het corona, stonden we weer 7. Het bedrijf ging heel goed. Uh, dus en moment werden we heel goed gewaardeerd. Stonden we weer 45. Uh, op een gegeven moment kreeg je die techrotatie. Dat gewoon in zijn algemeen wereldwijd mensen dachten, we gaan minder geld besteden aan technologiebedrijven. De meeste technologiebedrijven zijn 60, 70, 80, 90 procent van hun... ...waar die kwijt geraakt op de beurs. Ja. Wij zijn ook ja, uh, onder de tien op een gegeven moment. Ja, dat, dat heb je inderdaad. En je kan er op verschillende manieren mee omgaan. Je kan hier er helemaal niks van aantrekken. Of je kan er van wakker liggen. En alle twee is niet goed. Um, en ja, je noemde net Adjen. Ja, die waren altijd heel cool. Hè? Die waren heel stoer. Ja. Die trokken zich nergens wat van aan. Nee. Uh, dan word je ook een keer afgestraft. En ja. ze zijn nu een beetje met die investerdelen... ...een beetje gaan communiceren en zo. midden gekomen. Ja. Dat is toch eventjes uh, informatie verstrekken. Ja. Um, Netjes, denk ik. Uh, ja, ja. het hoort ook wel zo. Uh, je bent hem eenmaal daar op de beurs. Ja. Uh, je kan ook elke dag van wakker liggen en heel de hele dag naar die koers kijken. Maar wat je niet kan doen, is de koers omhoog kijken. Nee. Als je zo zit te kijken, gaat hij al omhoog. En wat je ook niet moet doen, is het als een uh, soort uh, beoordelingsgesprek uh, zien... wat je elke dag hebt. Dat doe ik wel, hè. Dan kom ik thuis en denk Oh, heel hard gewerkt vandaag. Of staat hij in de rood? En dan eh, 2% gedaald, ja. ja. Maar zo moet je dat toch dan weer iets uh, dus zien. Dus het zijn twee losse uh, krachtenvelden, eigenlijk. Het ja, je hebt korte runnen. en lange termijn. Hè. Ik denk, denk dat dat sowieso. Je hebt die horizon hè, van oké, okay, we moeten vandaag succesvol zijn, dit kwartaal. Maar ook volgend jaar en ook over drie jaar en ook over vijf jaar. Is het financieel het beste wat je gedaan hebt voor het bedrijf? Want de andere route die je had kunnen kiezen, is natuurlijk gewoon, weet ik veel, private equity erin. En een naar de groeistrategie en doorgaan met overnames. Was je misschien ook met een paar duizend man uitgekomen, was je privaat gebleven. Is dit het jaar? De, de laat ik zo zeggen, wat is de pro en de con van die beursgang? Ja, voor Simbelt komt geld dat we de eerste 20 jaar altijd privé zijn geweest. Van mij en Gilbert, als twee oprichters, hadden we tot de beursgang. Uh, nog steeds 100% van de aandelen. We hebben nooit met investeerders gewerkt. Um, dat is eigenlijk uniek, want bijna alle andere bedrijven hebben... Ja, Rob was hier laatst van CentCloud. En die was dan aan de zevende investeringsronde ja. bezig, geloof ik. Dus dat is wat normaler, denk ik. Ja. Uh, maar ik had altijd heel erg argwaan met uh, investeerders. Omdat ik vond dat ze een ander belang hadden dan de ondernemer. Waardoor ze soms, ja, ik noem het, asymmetrische afspraken maken. Dus... Bijvoorbeeld met preferente aandelen. Dat de eerste zoveel uh, miljoen van de opbrengst gaat dan meteen naar de investeerder. En de rest krijgt misschien de ondernemer als er nog wat over is. En ik nee. vond dat gewoon een hele moeilijke afspraken. <laughs> ik, ik begreep dat gewoon nooit goed. Waardoor we eigenlijk de afgelopen twintig jaar eigenlijk nooit uh, eruit gekomen zijn met een investeerder om daar iets mee te doen. Uh, en mij persoonlijk trekt die beursgang maar enorm aan, omdat op de beurs iedereen dezelfde aandelen hebben. Dus als jij nou denkt, CM, dat komt dus een mooi aandeel. Nou, dan kan je gewoon. Vandaag een aandeel kopen. Als je maandag denkt, nou, ik vind toch weer niks. Dan kan je het ook weer zo verkopen. Maar je hebt hetzelfde aandeel als wat ik als oprichter ook heb. En dat, dat vind ik op zich al een soort eerlijkheid of zo. Dat je allemaal ja, ja. dezelfde aandelen hebt. Ja. En daarom vind ik dat persoonlijk een fijne plek om te zijn op die beurs. Het heeft ons heel veel gebracht. We hebben in eerste instantie ongeveer 100 miljoen opgehaald met de beursgang. Daarna hebben we een jaar later ook nog eens keer 100 miljoen opgehaald met een convertible bond. En dat geld hebben we kunnen gebruiken om ja, honderden sales en marketing mensen te kunnen aannemen. Om wereldwijd... Ja, omdat komt te vermarkten en te verkopen, ja. um, waardoor ons bedrijf nu drie keer groter is geworden. En dat hadden we nooit kunnen doen als we dat geld niet hadden om ja. die voorinvesteringen eigenlijk te doen om die sales en marketing mensen aan te nemen. Even voor de buitenstaander is, is, een, is het hele bedrijf beursgenoteerd of zijn er ook nog aandelen die privé-eigendom zijn? Hoe werkt dat? Ja, het bedrijf heeft nu ongeveer 30 miljoen aandelen. Um, en uh, die zijn in principe allemaal geregistreerd op de beurs. Uh, ik heb als oprichter nog een kwart en geel wordt gooien mijn mede-oprichter ook nog een kwart ongeveer. En ze dus hebben de andere helft, wordt vrij verhandeld op de beurs. En wij kunnen natuurlijk ook aandelen kopen of verkopen. maar We houden uh -huh. het ongeveer zo. Um, dus de andere helft is eigenlijk het meest, uh, wordt het meest verhandeld op de beurs. Oh, oké, okay. dus dit is, dit is eigenlijk een halve beursgang, zeg maar. De andere helft is nog in handen van jullie. Ja, je het zou zien. Ja, maar die zijn ook op de beurs. Maar ah, die zijn ook op de ja, beurs. Ja, dus ik heb ook, ook zelf ook een ja, soort ja. Uh, beleggersrekening waar dan aandelencm.com uh, hmm. op staan. Ja. oké. Okay. Um, Persoonlijk, we gaan het niet hebben over je privéleven, uh, want ik heb begrepen dat je daar eigenlijk nooit over praat en dat vind je niet zo leuk. Ik werk altijd. Dus ja, je privéleven leven is bijzonder saai. Dus heb je gewoon niet. Maar toch even persoonlijk in zakelijke context. Um, je hebt, je, je hebt, ik, ik ken jou altijd als iemand die redelijk ja, originele, uitgesproken meningen en visie heeft over de rol van een leider en, en hoe je dingen organiseert en zo. Ja. Um, uh, als je kijkt naar, pak eens even, maar drie momenten. Hè. de beginperiode, het Jaren geleden, toen je best wel lekker aan het groeien was en best wel groot aan het worden was. En nu, wat, wat zijn persoonlijke ontwikkelingen geweest als, als, als leider en als ondernemer? Ja, uh, nou ja wat je altijd moet balanceren, vind ik, uh, is het uh, je verstand en je gevoel. Uh, veel mensen die echt gestudeerd hebben, universiteit of, of andere die iets technisch hebben gestudeerd, zijn heel goed in hun hoofd. Maar als je gewoon op Werkt in heel de wereld met heel veel mensen, moet je ook goed in je gevoel zijn. Je voelt vaak dingen aan en dan moet je ook naar luisteren. En dat die maar je kan ook niet altijd alleen maar emotioneel zijn. Dus dat, dat balanceren is denk ik iets wat we op een gegeven moment moeten leren. Mm -hmm. um, ander iets wat je echt ook echt wel hebt moeten leren is loslaten. Dat vind ik heel moeilijk. Ik wil eigenlijk alles weten, alles begrijpen, hè? overal over nadenken. Um, ook al als dat betekent dat ik heel weinig slaap of hoofdpijn heb ja, of ja. wat dan ook wat Dat wil allemaal goed begrijpen. En bij betrokken zijn. En dat kan op een gegeven moment ook niet altijd meer. Dat kan tot 100 man wel, tot 150 wordt moeilijk, bij 200 wordt echt moeilijk. En op een gegeven moment bij 1000 is het gewoon echt niet meer te doen. Dus ja. je moet uh, steeds beseffen: oké, okay, dit trouw ook op dat het goed gaat, want ik weet wat die mensen aan het doen zijn en ik geloof erin dat ze het goede doen. Ook al zou je het liefst om drie uur s'nachts naar die kast lopen om te kijken of ja. die deadline gehaald wordt en de juiste stekkertjes erin gaan. Zeg maar. Ja, dus ik kies wel eens your battles een beetje. Dus we hebben ja, ja. altijd wel Ik voor het idee van ja, oké, okay, 80% van het bedrijf gaat goed, 20% moet echt wel beter. Laten we daar dan gewoon ons op proberen te focussen. En die 80% die goed gaat proberen. Het ook een beetje los te laten. En dan zetten gewoon goede mensen op en die zijn goed bezig. Dus daar moet je op vertrouwen. Maar dat is ook altijd een, een, een soort mm -hmm. ja, golfslagpad, lijkt het wel. Want soms laat je te veel los. En dan gaat het toch niet helemaal hoe je het in gedachten had. En moet je op een gegeven moment ook alweer wat, wat in gaan grijpen om het weer naar je eigen hand te zetten. En soms moet je toch ook wel weer loslaten. En die, dat aanvoelen, wanneer wat is. Dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is om te leren. Van Wanneer stap je in? Ga je ermee moeien? En wanneer heb je vertrouwen en laat je het los? Als je dat namelijk die keuze vaak in verkeer maakt, gaat het, gaat het natuurlijk, hij het mis. Dus ja. En hoe leer jij? Doe je dat alleen maar zelf? Heb jij coaches? Heb jij mensen om je heen die je daarvoor gebruikt als sparringpartner? Hoe doe jij dat? Dus die zelfontwikkeling? Ja, kijk, coaches heb je nodig als je geen collega's hebt. Uh, tegenwoordig werken heel veel mensen thuis en dan uh, heb je weinig feedback, hè, want als je in eentje thuis zit, ja, dan heb je een coach nodig. Als je elke dag naar kantoor komt en je praat met elkaar en je luistert vooral naar elkaar. Je kijkt naar elkaar. Je voelt elkaar aan. Ja, dan is dat eigenlijk nog misschien nog wat beter dan coaching. Dus ik probeer heel veel eigenlijk. Uh, ja, nu ben ik veel aan het woord. Maar normaal probeer ik altijd veel te luisteren en te kijken. Uh, en, en op die manier uh, te leren. Dus dat doe je eigenlijk zelf, met, met de organisatie als klankbord? Ja, en uh, klanten. En, uh, concurrenten, uh, leveranciers, uh, vrienden. Ja, je, je werkveld eigenlijk. Ja, ja. Je komt, er zijn zoveel interessante mensen. Er zijn zoveel te kijken, te luisteren. Ja, ook dit soort blogs, wat, wat jij allemaal maakt en zo. Ja. Uh, ik denk dat het super interessant is om, om content te blijven nadenken. En in de beursgenoteerde wereld heb je ook zo dat dat... Uh, komen er komen nog twee dingen bij. Eén dat bedrijven dus zelf ook heel veel moeten disclosen. Dus heel veel uh, ja. schrijven, jaarverslagen. Dat kun je allemaal lezen, kun je allemaal opvragen. Het is heel transparant. Dus van al mijn concurrenten kan ik dat allemaal lezen. Die hebben ook Investor days of kwartaalprestaties. Dat kan ik allemaal zomaar bekijken. Ik kan gewoon inloggen en meekijken. Soms moet je je naam ook intypen. Dat doe ik ook altijd. En dan denk, zien ze niet dat ik dat ben. Ik ben een concurrent. Maar mm. maakt niet uit. Het is allemaal publiek. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk ook wel leuk. En dan heb je ook nog die investeerders. Uh, als je beursdier bent, ga je ze dan langs. En stel allemaal vragen. Maar onze investeerders, die investeren misschien ook in mijn grootste concurrenten. En die stellen ook die vraag aan de CEO's van mijn concurrenten. Dus vaak weten die investeerders veel meer van mijn concurrent dan ik zelf. Dus mm. ja, ik kan ook altijd al luisteren: van waarom vraag je dit, wat weet je dan? En uh, zullen erachter zitten. Dus uh, ja, een beetje nadenken ook. Wat zijn uh, uh, lessen die je kan delen? Ik heb veel jonge kijkers. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk een generatie aan het opkomen die inmiddels uh, uit de schoolbank komt, zeg maar. En ja. waarbij er ooit een tijd was dat je dan een baan ging zoeken, is vandaag de dag de norm: ik wil gaan ondernemen, ja. maar vaak nog zonder plan uh, of zonder kennis, of zonder ervaring, ja. maar wel met een aspiratie om te gaan ondernemen. Wat zijn wat jou betreft een paar belangrijke lessen tegen dat soort jonge grapjes, zoals jij ook ooit langs de clubs uh, liep om sms'jes te, <laughs> te verzamelen, zeg maar? Ja. Ja, Om heel eerlijk te zijn, nou. mijn beste advies is: doe het niet. Uh, gaan ondernemen is een soort wedstrijd met beginnen met 10-0 achterstand. Hè. Je hebt eigenlijk geen kennis, je hebt geen ervaring, je hebt geen geld, je hebt geen merk, je hebt geen klanten, je hebt geen personeel, je hebt geen product. Dus het is best wel. En al die andere bedrijven hebben dat allemaal wel. Hè. Dus het is, uh, je mist alle infrastructuur om succesvol te kunnen zijn. Uh, dus het is ontzettend kansloos eigenlijk, of kansarm. Um, en dat hebben mensen niet zoveel door. Ik weet bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uit de televisiewereld... iedereen kent John de Mol en zijn succes en zijn rijkdom. En dat ik, maar niemand weet bijna dat er ook nog... 300 tv-productiebedrijven in Nederland zijn... die nog nooit een tv-programma op tv hebben gemaakt. Omdat het gewoon ontzettend moeilijk is. En, um, dus het is, het is echt een strijd waarbij je ook... vriendschappen verliest, je gezondheid schaadt... Uh, dus ja, ik zit er nogal uh, negatief dus in. Doen. Ik zou het nooit doen. Maar als je het dan toch gaat doen, uh, dan moet je dus heel erg veel energie hebben en heel naïef zijn. Uh, dat was ik ook in het begin. Uh, dan kan je het wel gaan doen natuurlijk. En dan, 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 moet, dan is het zo dat, uh, dan is het denk ik de beste tip, echt heel veel uren maken. Uh, je concurreert in een wereldwijde omgeving met allemaal slimme, hardwerkende mensen. En eh, met al die nieuwe technologieën waar je dus eventueel uh, geld mee zou kunnen verdienen, gaat het erom dat je als eerste het meeste verstand ervan krijgt. Hè. Dus of toen was het misschien de personal computer, of er was het internet, toen werd het de smartphone, nu is het AI. Hoe zorg jij nou dat jij degene bent die het meest verstand van hebt? Nou, als jij meer uren maakt dan iemand anders, leer je, je eigenlijk sneller. En daarom heb ik ook veel uh, respect voor uh, mensen bijvoorbeeld in China. Wij zijn zelf ook best wel succesvol in China en omstreken. Uh, ongeveer een derde van onze omzet komt er vandaan. Ik ben er. Daar ook regelmatig naartoe. We hebben de grote klanten daar. Maar die werken allemaal zo hard. En die hebben gewoon van de afgelopen drie maanden, wat er gebeurd is, gewoon veel meer meegekregen dan de gemiddelde mm -hmm. Europeaan, die maar 40 uur per week werkt. Als jij gewoon drie keer zoveel werkt, dan heb je gewoon de afgelopen drie maanden ook drie keer zoveel ervaring, uh, drie keer zo snel geleerd. En ik denk dat dat ook wel een, um, een succesfactor is. Uh, veel uren besteden. Dat is geen makkelijk scenario wat je zo schetst de afgelopen paar minuten. Als het gaat om ondernemerschap. Nee, het is. Uh, ja. Het is een soort uh, armoeig bestaan, Heeft het jou veel gekost? Ja, zeker wel. Ja, nee, zeker. Ik denk dat het inderdaad... Je hebt echt minder tijd gehad voor vrienden. Minder tijd voor familie. Minder tijd om aan je gezondheid te werken. Minder vakanties. minder geld verdiend de eerste jaren sowieso. En uh, ik weet nog in het begin... We uh, hadden nooit salaris als geld dat we hadden. Dat we besteden om andere mensen salaris te geven. En er kwam zo'n wet. Volgens mij bestaat het nog steeds wel... Uh, als Je een bv op opricht dat je minimaal als dga-salaris moet hebben, mm -hmm. dan zei ja, oké. Okay, maar dan doen wij daar wel 70% van. En Dan doen we ook net als we part-time werken, dus dan doen we ook maar de helft wat nog gestreden om zo min mogelijk te kunnen verdienen, dus zoveel mogelijk aan het bedrijf komt steken. Um, en dat is volgens mij niet het idealistische plaatje wat veel mensen ervan krijgen, want ja, veel mensen denken op YouTube, zien uh, ja, we zien allemaal Mr. Beast en Moe ja, en, en van nou lekker uh, makkelijk geld verdienen en, <laughs> ja. en, en zoveel omzet hier en zoveel voor met een, uh, ik, mijn kinderen die hebben een idee van nou begin eens met een Uroes te bestellen of zo en dan word ik een vlogger <laughs> en dan ga ik, uh, weet ik veel uh, shakes maken. <laughs> maar of ben zo. je nou een oude lul worden of worden? Is, ja, nee, dat... is dit, of is dit zeg maar wetenschappelijk bewezen de waarheid dat eigenlijk gewoon 90% van de jonge gasten die willen ondernemen dit dat mislukt gewoon. Ik denk dat ik ben sowieso oud aan het worden. <laughs> en uh, dat voel ik ook wel. Uh, en, uh, terwijl ik vaak altijd de jongste was uh, waar ik kwam. Maar dat is tegenwoordig niet meer. Ik ben, ben 44 gemiddeld en gemiddeld werknemer bij Simotcom 34. Dus ja. Ik, ja, ik voel me vaak al wat ouder gemiddeld. Ja, um, um, ja het is alleen... Dat, ja, ja, goed, jij hebt mij ook uitgenodigd. Omdat je denkt, wow, dat is een succesvol ondernemer. En dat is een goede beursgang, die is gelukt. Ja, en je hebt niet die duizend mensen uitgenodigd die uh, niet uh, zo'n bedrijf hebben gebouwd en niet naar de bus zijn gegaan. En ja. daardoor is het beeld wat je krijgt, als je heel veel naar YouTube of dat soort dingen kijkt, uh, ja, niet een repressief beeld voor wat het is om ondernemer te zijn. Dus je zijn. moet mislukte ondernemers gaan uitnodigen. En ik denk voor elke succesvol ondernemer zou je er eigenlijk duizend uh, niet succesvolle naast moeten zetten om een beetje een goed beeld uh, te geven. Ging hij. Weet hoeveel, interview, hoeveel interviews ik dan moet doen hier? Uh, ja. Nou, ik probeer wel altijd aan ondernemers. Wat, wat, laat dan nog twee vragen tot slot. Wat waren je darkest moment? Als je terugkijkt naar je 20, wat is het, 23 jaar, 25-jarige carrière? Wat waren de, zeg maar, de momenten dat je eigenlijk diep zat? Um, nou, ik weet nog dat uh, die eerste beursgang die we gedaan hebben in 2020, uh, dat is nu ongeveer drie jaar geleden. 2019 was, 2019... Ja. Uh, die uh, op een gegeven hebben besloten... op de dienst door te laten gaan. Dus toen zou dat volgens mij vrij, uh, vrijdag zijn. En, uh, de vlagging ging al op en de taart was al besteld. En volgens mij hebben we toen... Ja, donderdagavond om 11 uur samen besloten... we doen het niet of zo. Of de avond ervoor, ik weet niet precies meer. Maar dat moment herinner ik me wel goed nog. Dat Ik daar ik zat ook met eentje op kantoor... elf uur s'avonds, het was eigenlijk heel donker buiten en koud. En dan dacht, ja god, we, gaan, we hebben net besloten... om het niet te gaan doen... Um, dan denk ik, ja ik ga hier een kwartier schrijnig om zijn. Maar dan ga ik wel al gelijk in de modus weer om, uh, om, om het weer op te bouwen. En ja, we moeten weer door met z'n allen. We gaan weer verder. Ja. En uh, nou, die heeft geen het een uur geduurd of zo. Maar dat was wel een moment dat ik echt even eenzaam was, uh, zeg maar. Ja, ja. En dacht van, jeetje, we hebben zo hard gewerkt met z'n allen... Ja. om dit voor elkaar te krijgen. Heel prospectus, heel die reizen gemaakt, al die, al die dingen. Ik denk, dat was een, een moment. Nou, verder zijn er denk ik... Uh, ja, we zijn ook een wereldwijd platform met techniek... Hè? met servers en switches en routers en datacenters en zo en uh, lang geleden zijn er ook wel momenten geweest dat dat uh, technische storingen waren ik praat ik echt al heel lang geleden dat, dat 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 nu bijvoorbeeld is nu 2006 of zo denk ik maar dat we ook met een storing hadden die echt een paar dagen duurde en ik zat dan samen met iemand die ook heel lang bij ons werkt Jan zaten we in het datacenter en heel de nacht uh, aan het doorgewerkt en de dag en nog een nacht dat je begrijpt niet meer weet welke dag het is en of het licht of donker is en dat je moe bent en dat je wil dat alles weer gaat werken gewoon en uh, dat, soort, dat, soort, dat is ook nog wel een moment wat ik terug denk als Ik al een al type vak gekozen ja ja dat je eigenlijk helemaal niet zo veel meer denkt waar staat CM uh, over uh, vijf jaar nou ik denk dat we dan op zich hetzelfde doen als nu maar alles een beetje beter. Dus dat die AI nog wat verfijnder en beter is. Ik denk dat het WhatsApp nog groter is. Ik denk dat die betalingen nog meer geïntegreerd zijn. En dat de visie die we hebben op hoe het gaat met uh, concerten en, en de musea en al die, dat uitgaan en entertainment en die engagement, dat dat, dat, dat nog weer die experience, zeg maar, ik wil iets kopen online en dat gaat allemaal makkelijk, hoor, is voor uitgenodigd en dat werkt allemaal soepel. Mm -hmm. Dat veel meer consumenten in de wereld daar ervaring mee hebben gehad. Uh, in tegenstelling tot. Ja, heel veel ervaringen die je nu hebt. Sommige zijn wel zo als een kaartje voor een concert moeten kopen... over de prijs en hoe het werkt allemaal. en zo moeilijk ja. is. Dus dat het normaler is om een fijne beleving te hebben... als je met je mobiele telefoon of op internet iets koopt. En uh, ja, dat CM daar een toenemende mate een belangrijke uh, rol heeft uh, gespeeld... achter de schermen dan wel Achter de schermen, hè? En dan uh, verplicht ik jou om toch zo langzamerhand... dus een paar dagen per maand niet te werken. Uh, wat ga je dan doen? Nou, ik vind uh, skiën heel leuk... Um, en vooral uh, in uh, onontbeerlijke gebieden, zeg maar. He, dus niet met een skilift en zo. Maar uh, dat vind ik leuk. Uh, ik vind zeilen ook wel heel leuk. En uh, vakantie-sporten vind ik, wel, vind ik dan wel leuk. Okay. Uh, en ik zou eigenlijk boeken moeten lezen. Ik heb vroeger las ik elke week wel drie, vier boeken. En op een of andere manier door die telefoontjes. En dat je gaat korter daar. Ik maak kortere gedachtegangen tegenwoordig ja. dan vroeger. Dus gewoon acht uur zitten lezen ja. in een boek. Ja. Dat heb ik eigenlijk al jaren niet meer zoveel gedaan en dat mis ik echt al. Ik zou zeggen, mooi voornemen. Ja, waarom zou je het niet doen? Nou, uh, ga ermee aan de slag. Dank dat, dank dat jij mijn gast was Jeroen en uh, ik vind het erg leuk om je over een jaartje of vijf tot zeven weer eens een keer uit te nodigen om te kijken hoe het dan met je gaat dan ben je echt oud ja. uh, en ik wens je heel veel succes en heel veel <laughs> plezier met uh, de toekomst van CM oké okay, dank je wel dank je wel dat jij mijn gast was en dank je wel voor het kijken naar nou, weer een prachtig ondernemersgesprek op 7D TV, zoals ik zie je zo super graag maken en denk je nou van hey super leuk ik ken de CVD nog helemaal niet en hartstikke leuk kanaal hieronder kun je abonneren en ben je aan het luisteren naar onze podcast ook daar kun je ons uiteraard volgen laat daar ook eens een keer een Review achter het vind ik super tof om te horen wat je van 7D TV vindt. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.